We hebben massaal cultuurhonger, maar dankzij een bezoek van Koningin Maxima aan het Nederlands Danstheater in Den Haag wordt die honger een klein beetje gestild. Maxima draagt een ensemble van het modehuis Nathan, horen we van Josien Drogendijk. Een zijden top met een aangeknipte sjaal en een kokerrok die lijkt op leer, maar dat is het niet. Het is gewaxt linnen. I enjoy being able to practice, but I'm only a few months here, so I know. But we shouldn't expect too much. So how has been your experience? I mean, you land here, of course, in the middle of Corona, and you've been here longer, of course, but it's quite amazing how we've actually set up all these live streams. Het werkbezoek staat in het teken van de vraag hoe het dansgezelschap zich tijdens de coronapandemie staande houdt en werkt aan behoud van kwaliteit, interessante online programmering en publieksbereik. Het Nederlands Danstheater heeft naar nieuwe wegen gezocht om dans te kunnen tonen. Filmregistraties en livestreams van dansproducties bleken een uitkomst. De beleving voor zowel de dansers als het publiek is weliswaar een andere, maar er wordt wel een breder en internationale publiek getrokken met deze online voorstellingen. Het gezelschap bestaat uit twee groepen dansers. NDT 1 voor dansers aan de top van hun carrière en NDT 2 voor getalenteerde jonge professionals. Maxima brengt ook een bezoek aan de kostuum- en decoratieateliers. En het verbaast inmiddels al niet meer, ook hier heeft koningin Maxima weer kaas van gegeten. Goedemorgen. Nou, geweldig. Ik vind het altijd fantastisch. Ik probeer altijd te kijken wat is echt huid. Ja. Maar het is echt, jullie doen het zo echt creatief en ook tot een punt. Heel veel in detail, ja. We zijn altijd heel erg bezig inderdaad op het lichaam. Mm-hmm. Heel veel gebeurt ook met huidskleurige stoffen. Ja, precies. Bij Demi en Jalet zijn we nu bezig om... hij wil eigenlijk een soort spieren laten zien. Dus echt het, ook een soort van het lichaam, de spieren van het lichaam, een soort stalen in het ontwerp. Ik heb gehoord dat het met de hele twee groepen wel best ingewikkeld was om hoe doen we het passen bij alle dansers. Ja, nou zeker. Dat kost sowieso veel tijd, maar we moeten heel goed kijken hoe we dat steeds doen. Sowieso hebben we steeds eerste en tweede klas. En we hebben nu vaak de tweede kast nodig, ook als iemand een kuchje heeft en niet gaat komen, dan hebben we toch de tweede bezetting nodig. Ja, en dit zijn ook hele fijne netstoffen die heel goed op het lichaam zitten en waar een danser zich goed in kan bewegen. Mag ik even aanraken? Ja, raak aan. Het is heel fijn. Maar die heeft wel rek. Ja, het heeft wel rek. Ja, want het is een heel fijn net, wat we ook best wel veel gebruiken, wat dan ook zo heel erg op het lichaam is. Mm-hmm. Deze stof is ook geverfd. Anderhalf meter. Deze is ook geverfd. Dus uiteindelijk moet het verdwenen het lichaam van de danser. Dat is het idee. Nou, maar het is alleen maar gewoon dat de spieren vormen. Meer spieren wordt uitgeren, maar niet dat de kleur wordt gezien. Binnenste buiten. Binnenste buiten. Ja. Nou ja, dat ze er een beetje rood moeten zijn. Ja, we hadden het ook nog over gehad. Ja, bijna wel. Ja, dat zou ook een goed idee, kijk eens. Dat zou ook een idee zijn, ja. Beetje echt gruwelijk, maar ja. Er wordt hard gewerkt aan de productie Mist. De wereldpremière kon in mei 2020 door de pandemie niet doorgaan, maar zal begin mei 2021 alsnog virtueel plaatsvinden. Kun je iets vertellen over het decor van dit bijzondere stuk?
En ik heb gehoord dat u reist mee natuurlijk de hele wereld rond om met geld wat te doen. En u doet het zelf met minder mensen dan andere producties. Ja, klopt, ja. Hoe komt dat, die efficiëntieslag? Of om een balletvloer leggen doen we met 6 man in een kwartier of 20 minuten. En daar nemen ze dan in het buitenland met 12 man een uur voor. Ja, dus je bent een goedkopere compagnie, laat maar zo zeggen. Efficiënt, laat het daarom houden. Efficiënt, ja. Maar in vergelijking met anderen misschien wel. Ja. Koningin Maxima is een echte liefhebber van dans. En het werk van het Nederlands Danstheater is haar dus niet helemaal onbekend. Zij regisseert alle livestreams. Dus zij stuurt eigenlijk de camera mensen aan, die komen verder van buiten. Maar zij is, want dansfilmen is een heel ander soort, vereist kennis van dans. Nou, dat moet je ook vertellen, maar dat perfect. Ja, leuk je te ontmoeten. Nou, fantastisch. Ja, we zijn eigenlijk in september. Als we het zien, we vragen ons allemaal af waar u bent. Dus wordt allemaal dus... Ik zit ergens boven in een hokje, zit ik verstopt en dan stuur ik de camera. Hoeveel camera's hebt u gemiddeld per stuk? En neem ik aan dat echt met film, hoe meer dansers, hoe meer camera's u kan hebben misschien? Nee, op zich niet. Nee. We hebben een basisopstelling van 3 camera's. Okay. En eigenlijk is ons uitgangspunt is dat we... proberen om de ervaring die je hebt in het theater, om die eigenlijk te recreëren in film. Dit is van het afgelopen programma. Ja, hier is het wat we hebben gesproken. Ja, dit is de this is the piece where we had a dancer go in with that. It was amazing, this piece. Ja. Dat deze soort van verfilming maakt het hele stuk veel interessanter en dynamischer dan die heen daarvoor die ik heb daarvoor gezien. Afsluitend krijgt ze een duet te zien, of zoals dat in ballettermen heet, een pas de deux. De agenda van het koningspaar raakt alweer redelijk gevuld. Houd de socials en natuurlijk de website van Vorsten en het tijdschrift goed in de gaten en je mist niks.